In de vorige video hebben we gezien dat Zarathustra terug naar zijn grot gegaan is en dat hij er een periode van eenzaamheid heeft doorgemaakt, die niet zo constructief was als in de eerste fase van zijn retraite in de grot. Maar toch gebeurt er een moment van kentering. En op dat moment van kentering besluit Zarathustra met een soort van vernieuwde energie om te vertrekken naar de gelukzalige eilanden, om daar een groep mensen te kunnen ontmoeten die de wegbereiders kunnen zijn voor de Übermensch. Nu, voor we naar de tekst gaan, wil ik u erop wijzen dat de gelukzalige eilanden in de Griekse oudheid die plaats was waar de mensen vertoefden die de Hades konden ontwijken, die dus niet naar de onderwereld werden gebracht, maar die daar effectief konden blijven buiten die onderwereld. Nu, dat is belangrijk, omdat er in een verder verloop van de Zarathustra toch wel een mogelijkheid is om het werk van Nietzsche te begrijpen als een tragedie, een Griekse tragedie. Nu, als we zover zijn, zal ik u moeten uitleggen wat Nietzsche exact onder een Griekse tragedie verstaat. Want als je de geboorte van de tragedie gaat lezen, dan zie je dat dat toch wat afwijkt van de manier waarop heel vaak een tragedie wordt opgevat in de geschiedenis van de Griekse oudheid. Nu, hoe dat je het ook draait of keert, en dat is toch misschien wel een belangrijk idee, is dat de tragische held in de ogen van Nietzsche kan je vergelijken met de strijder. Dat is iemand die in staat is om het leven, bij wijze van spreken, te absorberen, te transfigureren tot een vorm van lust. Ik bedoel daarmee om het leven te omarmen in alle mogelijke facetten, ook al de negatieve zaken, en vanuit die kracht, van dat te kunnen, proberen verder te leven. In de geboorte van de tragedie, en daar heb ik al vaak op gewezen, staat het heel bekende vers waar Nietzsche zegt dat het bestaan slechts als een esthetisch fenomeen te rechtvaardigen is. En het is juist de tragische held die in staat is om van dat bestaan een esthetisch fenomeen te maken. Nu, het feit dat Zarathustra naar de gelukzalige eilanden trekt, is natuurlijk een aanwijzing, of doet toch een lichtje opgaan, om het vervolg van de Zarathustra en heel het verhaal dat er rond zit, toch te kaderen binnen in die Griekse tragedie. En dat gaan we dan zeker ook doen op het moment dat het zich aandient. Nu, waar gaat het over in die tekst over de gelukzalige eilanden? Wel, een van de belangrijkste stukjes die daarin komt, is God is een vermoeden. Dus de tekst wordt heel vaak gelezen als een soort van hoogtepunt waarin duidelijk wordt dat Nietzsche echt wel ten strijde trekt tegen het christendom. Waarom is dat zo? Omdat God een vermoeden is. En dan zou je misschien heel snel tot de conclusie kunnen komen dat Zarathustra eerder zoekt naar een bepaalde zekerheid. Maar dat is natuurlijk een brug te ver, dat zal je ook in de tekst ook horen. Wat wel interessant is, is dat ook in de tekst de piste wordt geopperd dat God en Übermensch, dat die met elkaar, dat je die kan verplaatsen. Bij wijze van spreken, dat je dus met andere woorden kan zeggen, de christelijke God heeft afgedaan en we zetten de Übermensch daar in de plaats. Maar de vraag zal zijn of dat echt letterlijk in de plaats zetten, dat dat wel mogelijk is. En je zal zien, als we de tekst verder lezen, dat Zarathustra zelf al bepaalde dingen begint te nuanceren. Ik heb al heel vaak gezegd, als je het boek Zarathustra leest, dat het zeer gevaarlijk is om van die stellingen eruit te nemen en die dan te poneren als een soort van ultieme waarheid. Het is heel vaak genuanceerder dan dat. Dus we lezen nu samen over de gelukzalige eilanden. De vijgen vallen van de bomen, ze zijn lekker en zoet. En terwijl ze vallen, knapt hun rode schil. Een noordenwind ben ik voor rijpe vijgen. Zoals vijgen vallen deze onderwijzingen naar u toe, vrienden. Drink nu hun sap en hun zoete vlees. Herfst is het rondom en zuiver hemel en namiddag. Zie, wat een overvloed is er om ons heen. En vanuit de overvloed is het heerlijk om uit te kijken over de verre zeeën. Dus Zarathustra richt onmiddellijk het woord op de inwoners van de gelukzalige eilanden en zijn boodschap is dat de leer rijp is om uitgedeeld te worden. Dus de leer wordt vergeleken met rijpe vruchten die aan de bomen hangen, maar die net niet vallen van de bomen. Zarathustra is de noordenwind. Zarathustra is de wind die ervoor zorgt dat de vruchten uiteindelijk zullen vallen. En het is belangrijk dat die nu gaan vallen, want anders zou er wel eens een overdatum kunnen zijn dat alles begint te rotten. En dus de leer is klaar om uitgedeeld te worden. Er is enkel en alleen maar een publiek nodig, maar ook een groep mensen die in staat zijn om die leer uiteindelijk voor te brengen.
Dus herinner u, ik heb het juist ook gelezen, de leer wordt vergeleken met vijgen. Hè? Zoals vijgen vallen deze onderwijzingen naar u toe. En het is tijd om uit te kijken over de verre zeeën. Nu, in de Bijbel staat de zee heel vaak symbool voor de dood. Maar natuurlijk is het ook wel zo dat op het ogenblik dat je de zee bekijkt, je staat op het strand en je kijkt naar de zee, en je ziet naar de horizon. Horizon is de toekomst. Dus de zee kan hier zeker en vast staan voor een nieuw type van toekomst. Hè? Een nieuw morgenrood. Als je gaat kijken naar de wereldberoemde tekst van de dolle mens, dan wordt er gesproken over de horizon daar. Hè? Dus God is iemand die de horizon kan bepalen. Maar wat ga je doen als die God er niet meer is? En hier wordt er dus gezegd, kijk, we kunnen gaan uitkijken over de zeeën en dadelijk zal worden, duidelijk worden dat dat zonder God kan. Want zegt de tekst, en we gaan nu verder, eens zei men God als men over verre zeeën uitkeek, maar nu heb ik u leren zeggen, Übermensch. Dus met andere woorden, je hebt geen God meer nodig voor die toekomst, je hebt geen God meer nodig voor die horizo. Hè. Je hebt eigenlijk Übermensch nodig. En herinner u wat ik er juist gezegd heb, dat het een stelling zou kunnen zijn dat juist God en Übermensch met elkaar inwisselbaar zijn. En dat klinkt zeker en vast hier al in deze tekst door. God is een vermoeden. Maar ik wil dat uw vermoeden niet verder reikt dan uw scheppende wil. Zou u een God kunnen scheppen? Zwijg dan dus over alle goden. Maar u zou wel de Übermensch kunnen scheppen. Misschien niet uzelf, broeders, maar tot vaders en voorouders van de Übermensch zou u zich wel kunnen herscheppen. En laat dat uw beste scheppen zijn. Ik heb in de vorige video's reeds op gewezen dat een van de belangrijkste kwaliteiten van de nieuwe filosofen bij Nietzsche juist is dat zij in staat zijn om iets te scheppen. Iets te scheppen betekent iets veranderen, iets zin geven, iets doen evolueren. Stilstand is iets dat roest, hè? Dus roest bij wijze van spreken. Maar hier gaat het over het feit dat je in staat bent om te scheppen. Maar de vraag is, kan je eigenlijk wel een God scheppen? Want als die God iets is dat veel verder reikt dan wie jij bent, ben je dan in staat om dat eigenlijk wel te doen? En dat is iets waarmee gespeeld wordt. Want tegelijkertijd voel je toch ook wel aan, en Nietzsche beaamt dat in bepaalde stukken tekst ook, dat mensen heel vaak dingen scheppen die verder reiken dan wie ze zelf, dan hun eigen mogelijkheden. Stel nu dat het gaat over kinderen. Als je kinderen hebt, dan zie je dat die kinderen op een bepaald moment dingen gaan doen die verder reiken dan wie jij bent. Iets dat jij absoluut niet meer in de hand hebt. De invloed die je hebt op mensen reikt ook veel verder dan datgene wat je in de hand hebt. En hier wordt er toch gespeeld met het idee van, ja, als God dan zo'n soort van transcendent wezen is, ben je dan wel in staat om dat te scheppen? Hè? En daar zit sowieso ook de gedachte in dat God een menselijk schepsel is. Dat God is met andere woorden een realiteit die dan buiten de mens staat, dat is gewoon absurd om te veronderstellen. God is iets dat door de mens gecreëerd is. Maar ben je in staat om goden te scheppen? Dat is de vraag. Hè? En dus hier wordt al gezegd van, ik wil... God is een vermoeden, dat is een eerste gegeven. Maar ik wil dat uw vermoeden niet verder reikt dan een scheppende wil. Met andere woorden, opletten dat je niet iets creëert dat zodanig ver van jezelf zit dat je het eigenlijk totaal absurd is om er maar in te geloven. Zou u nog een God kunnen scheppen? Zwijg dan dus over alle goden. Het is dus een soort van retorische vraag. Maar zou u wel de Übermensch kunnen scheppen? Nu, daar is ook heel veel discussie over, is dat wel mogelijk? En Zarathustra probeert dat eigenlijk op te vangen door te zeggen, ja, misschien dat je wel niet in staat bent om één Übermensch te zijn of Übermensch te scheppen, maar je zou misschien wel de vader of voorouder kunnen zijn van. Met andere woorden, in een lange ketting van evolutie zou jij misschien als inwoner van de gelukzalige eilanden, zou jij misschien... een van die kleine schakeltjes zijn die dan door evolutie aanleiding zal geven tot. En als je dat zou kunnen doen, als je in staat zou kunnen zijn om dat eerste schakeltje te zijn in die ketting, dat leidt tot de Übermensch,
Dat zou de ultieme schepping zijn die je kan doen als mens. Nu, heel vaak wordt dat stukje tekst aangehaald, God is een vermoeden, om aan te tonen dat God dan zomaar een vermoeden verzinsel zou zijn en tegelijkertijd domineert hij dan ook de gigantische geschiedenis. Dus ik bedoel daarmee, het is een beetje raar dat God een vermoeden is en tegelijkertijd dan zo'n impact mag hebben op de geschiedenis. Heel vaak wordt het zo geïnterpreteerd. Nu, ik stel voor dat we de tekst nog verder lezen, want je zal zien dat het misschien nog net iets anders is dan dat. Hè? God is een vermoeden, maar ik wil dat uw vermoeden wordt begrensd door de denkbaarheid. Hier heb je datzelfde idee. Hè? Ik bedoel, de ubermensch is dan misschien nog wel te vatten, misschien, maar God is dan zelfs niet meer te denken. Hè? Als je de filosofie van Immanuel Kant gaat lezen, dan is een van de drie regulatieve principes bij Kant, is God. Hè? Dus je hebt ik, je hebt de wereld en je hebt God. Dat zijn de drie regulatieve principes bij Kant, die in staat zijn om het denken, die vanuit de reden starten, hè? Dus in staat zijn om het denken en het kennen vorm te geven. Ja, en God is daar hetgene dat eigenlijk het ultieme is. Hè? En heel vaak wordt er dan gediscussieerd over, ja, bedoelde Kant daar dan de echte christelijke God mee? Naar alle waarschijnlijkheid niet, hè? Want Kant geloofde niet in God. Dacht ik toch, hè? Heb ik toch zo gelezen. Maar wat is dat dan? Dan is dat eigenlijk iets dat staat voor het soort van overweldigende werkelijkheid die je niet kan vatten. Je ziet in die drie regulatieve principes van Kant, zie je uiteraard altijd een vergroting. Hè? Ik, de wereld en God. Maar dus hier wordt zelfs gezegd dat ja, God is een vermoeden, maar zelfs niet denkbaar. Hè? En inderdaad, als je zou kunnen nadenken van wat is dan God, wie is dan God, ja, dan vanaf het moment dat je dat begint te doen, dan ga je sowieso verstrikt geraken. Hè? Ik bedoel, dat is een van de dingen die Kant ook heel duidelijk in zijn eerste kritiek laat zien. Dat op het ogenblik dat je nadenkt van is er een God in het begin van de werkelijkheid, ja of nee, als je daar echt gaat, dan kan je tot twee redeneringen uitbouwen die allebei juist zijn en die elkaar volledig opheffen. Zou u een God kunnen denken, vraagt Zarathustra, maar laat dit voor u de wil tot waarheid betekenen dat alles wordt veranderd in wat voor mensen denkbaar, voor mensen zichtbaar, voor mensen voelbaar is. Uw eigen zinnen moet u ten einde denken. En wat u wereld noemde, dat moet eerst door u worden geschapen. Uw verstand, uw beeld, uw wil, uw liefde, moet het worden en voorwaar tot uw gelukzaligheid, o kennenden. Er zitten twee belangrijke zaken in. Heel vaak wordt God in de geschiedenis bekeken als het statische bij uitstek. God is eeuwig, is onveranderlijk. Vanaf het moment dat hij veranderlijk zou zijn, zou hij sowieso onaf zijn. En zou hij onvolmaakt zijn? Enkel het volmaakte is dan statisch. Denk aan de ideeën bij Plato die eeuwig zijn. Hè? Iets dat volmaakt is, is statisch. Hier wordt gezegd van, kijk, de wil die dat schept, hè? De wil tot waarheid, leert u dat alles verandert wat mensen denkbaar, door mensen kan gedacht worden. Dus misschien als je dan God toch zou kunnen denken, blijkt dat hij veranderlijk is. En oei, dan zou de volmaaktheid van God op het spel komen te staan. Het spreekt natuurlijk voor zich dat wanneer je gaat kijken naar de Bijbel en de Bijbelse theologie, het Bijbelse denken, dat je je de vraag kunt stellen of zo'n statisch godsbeeld überhaupt overeind blijft. Uiteraard is het zo dat in heel veel dogma's van de katholieke kerk, onder andere, dat er heel vaak nog gesabeld wordt met dat idee van die statische God. Maar tegelijkertijd heb je ook boekjes, hè, of boeken, onder andere van broeder Arnie de Korte, die schrijft van hoe Jezus leerde geloven. Hè. Dus dat er toch een bepaalde vorm van evolutie mogelijk is, ook in het denken van Jezus of het denken van God. Dat is een interessante gedachte, ja, kun je mee spelen. Maar hier wordt al zo verwezen naar dat heel typische godsbeeld van die statische, onveranderlijke, eeuwige God.
En dan wordt de nadruk gelegd, en dat is een heel belangrijk gegeven in de Zarathustra, op die u. Hè? Dus het gaat over uw verstand, uw beeld, uw wil, uw liefde. Ik heb er in de vorige video's al op gewezen dat een van de kritieken op Nietzsche en ook op een van de kritieken op Zarathustra erin bestaat dat die hele filosofie, die hele levensfilosofie, dat die eigenlijk alleen maar voor de sterken wordt uitgesproken. Het is namelijk zo dat wanneer je ubermensch zou willen worden, dat je dat eigenlijk volledig vanuit jezelf moet doen. En dit soort van teksten geeft daar natuurlijk aanleiding toe. Hè? Uw wil, uw liefde, hè, uw trots, alles moet allemaal van jou komen. Maar wat als je niet in staat bent om dat te doen? En daar wordt dan tegenover geplaatst dat in een christelijk denken is er altijd iemand bij jou. Ik heb erop gewezen dat dit een gevaarlijke manier van redeneren is, een gevaarlijke manier van bekijken van de Zarathustra, omdat je natuurlijk in een schakel zit. Je zit nog altijd in een evolutie naar, en het ubermensch-moment zal pas ontstaan in het huwelijk met het leven. Dus misschien dat hier, en dat zal je zeker ook in de teksten merken, dat hier zal genuanceerd worden. Nu zegt Zarathustra heel duidelijk van, het is uw liefde, uw denkbare enzovoort. Maar de vraag is, gaat hij dat echt wel volhouden? Dat is iets dat we moeten gaan bekijken. Dus, en hoe zou u het leven kunnen verdragen zonder deze hoop ook kennenden? Nog in het onbegrijpelijke, nog in het onverstandige had u geboren kunnen zijn. Maar laat mij nu mijn hele hart voor u openleggen, vrienden. Als er goden waren, dan hoe zou ik het dan uithouden om geen god te zijn? Dus er zijn geen goden. Met andere woorden, de mens heeft dan blijkbaar de capaciteit om al die dingen zelf te scheppen. Verstand, beeld, liefde, noem maar op. Ja, wat is dan nog het verschil met de goden? Stel dat er goden zouden zijn en er zijn mensen die in staat zijn om het statuut van de ubermensch te bereiken, ja, dan zouden die elkaar kapot concurreren. Die zijn volledig overbodig. Hè? Dus er is geen god, om de heel eenvoudige reden, zelfs er zijn geen goden, om de heel eenvoudige reden dat op het ogenblik dat de ubermensch bereikt wordt, zijn die volledig overbodig. En dan zegt hij, dat is interessant, Sinietje, tot die conclusie ben ik inderdaad gekomen, maar nu trekt ze aan mij. Dus dat is een conclusie die ik gekregen heb. Ik heb de conclusie gevonden dat er een ubermensch mogelijk is, zij het ver in de toekomst, misschien niet iedereen of wat dan ook, maar het is mogelijk. Die ubermensch, wat gaat die allemaal kunnen? Dat is er juist gezegd, die kan scheppen, die kan liefde, verstand, wil, noem maar op. En die zou eigenlijk de goden kapot kunnen concurreren, hè? Maar toch is er iets. Hè? God is een vermoeden, maar wie kan alle kwelling van dat vermoeden drinken zonder te sterven? Moet de scheppende zijn geloof worden ontnomen en de adelaar zijn zweven in adelaarsverten? God is een gedachte die alles wat recht is krom maakt en alles wat staat doet draaien. Hoe? Zou de tijd verdwenen zijn en al het vergankelijke louter leugen? Die gedachte is werveling en duizeling voor menselijk gebeente en zelfs braken voor de maag. Voorwaar, ik noem het een draaiende ziekte om zoiets te vermoeden. Het is duidelijk dat in dit moment, in dit stukje tekst, wordt er een bepaald godsbeeld naar voren geschoven. En geloven in God is altijd geloven in een godsbeeld. Namelijk, God is een gedachte die alles wat recht is krom maakt en alles wat staat doet draaien. God is degene die van een kromme lijn een rechte lijn kan maken. God is dan degene die een steen kan oplichten die zo zwaar is dat hij zichzelf dat hij niet kan oplichten. Allemaal zo van die dingen, als je er begint over na te denken, word je eigenlijk gewoon gek. Dat is de gedachte die hier geponeerd wordt. En dus dat godsbeeld aanvallen,
De vraag is, in hoeverre betekent dat dan een volledige kritiek op het christendom? Het is natuurlijk een kritiek op een specifiek godsbeeld. Als je nu afstand neemt van het Nietzscheaanse denken, en als je bijvoorbeeld de vraag zou stellen dat het leven of het bestaan slechts zinvol is als een esthetisch fenomeen, als je bovendien dan nog aan de mens de kwaliteit toeschrijft om een esthetisch fenomeen te creëren van zichzelf, dan kan je je de vraag stellen, ja, ga je dan niet aan de mens de eigenschappen toedichten die je in die God wil bestrijden? Want als dat bestaan zeer onmenselijk is, nasty, brutish en short, en toch is de mens in staat om daar als een soort van esthetisch fenomeen naar te kijken, daar een kunstwerk van te maken, zich te verhouden als kunstenaar daartegenover, enzovoort enzoverder. Welke tour de force is dat dan niet? Ja? En dus de vraag zal dan zijn, ja, welke eigenschappen in God bestrijd je? En ga je die eigenschappen dan zomaar aanvaarden in de mens? Wat blijkt? Dat zal niet kunnen. Er zal een huwelijk nodig zijn met het leven. Wat dat dan nog juist inhoudt. Hè? Dus het is heel genuanceerd. Wat wel duidelijk is, dat God hier in dit stukje tekst staat voor iemand die in staat is om de werkelijkheid volledig te beïnvloeden en te manipuleren. Ja? En God is een vermoeden, maar wie kan alle kwelling van dat vermoeden drinken zonder te sterven? Dus als je... God is een vermoeden en je hebt daar een bepaald beeld van en je probeert erover te redeneren en je probeert dat allemaal te absorberen, kan je dat wel aan. Hè? En dus een van de belangrijkste ideeën in het joods-christelijke denken is dat God diegene is die er is. Dat is ook de manier waarop hij zich toont aan Mozes bijvoorbeeld. En dat is bij wijze van spreken belachelijk weinig informatie die hij geeft. Hij zegt gewoon, ik ben er. En er wordt niet, vooraleer dat Mozes naar Egypte vertrekt om het volk te bevrijden, is er niet eerst een soort van theologisch congres waarin uitgeplozen wordt van wie is dan die God die mij zendt? Wat zijn de eigenschappen? Nee, hij is er. Gewoon, hij is er. En ga met dat gegeven op reis, dat kan je als mens, dat is behapbaar. Dat is zelfs zodanig behapbaar dat je in staat bent om u te richten tegen dat gigantische leger van de farao. God is er. Ja? Maar vanaf het ogenblik dat je probeert om die volledig uit te pluizen en helemaal te beredeneren, ja, dan kan je dat gewoonweg niet absorberen, want dan zegt de wie kan alle kwelling van dat vermoeden drinken zonder te sterven. En de gedachte zelfs alleen al, als je begint over na te denken, is een werveling en een duizeling. Dus enerzijds de gedachte van God volledig proberen te begrijpen, maar ook anderzijds de idee dat er een wezen zou bestaan dat in staat is om van kromme lijnen rechte lijnen te maken. En hij gaat zelfs verder en zegt, kwaad noem ik ze en mensvijandig. Al die leerstukken van het ene en het volle en het onbewogene en het verzadigde en het onvergankelijke. Dus zie je, hier wordt echt wel het godsbeeld op de korrel genomen van die almachtige, alwetende God die volmaakt is, die één is, enzovoort, enzoverder. Al dat onvergankelijke, het is slechts een gelijkenis. En dichters liegen te veel. Dat is een heel merkwaardig zinnetje. Dichters liegen te veel. Als je dan nog in het achterhoofd houdt dat Zarathustra gerekend wordt tot de muziek, tot de dichtkunst, dan zegt hij hier letterlijk zelf, dichters liegen te veel. Met andere woorden, alles wat er dan in die Zarathustra zou staan, zou gelogen zijn. Ja? Dat is eigenlijk een ironisch moment. Maar wat ik denk dat hij bedoelt is, dat als je over God begint te dichten, als je dus over God begint te schrijven, in poëtische taal, in muziek enzovoort enzoverder, dan begin je eigenlijk aan dat tussenhaakjes theologisch congres. En dan verzwaar je ook anderen, misschien onbedoeld, met een bepaald godsbeeld. Terwijl
Ja, God zich voorstelt aan Mozes als ik ben er. Terwijl God zich toont in de evangeliën in de zorg voor de andere mens. Terwijl God zich toont in, zoals Schillebeek schrijft, een klein steentje dat wegrolt. Iets dat heel specifiek is voor een mens. Voor de ene is het dat, voor de andere is het dat. Denk aan het perspectivisme dat ik al vaak heb naar voren geschoven. Ja? Dus door het feit dat de dichters van alles over God zeggen, liegen ze eigenlijk. En doen ze misschien meer kwaad dan dat ze op dat moment willen doen. We zullen trouwens ook zien dat een van de tovenaars bijvoorbeeld, een van de hogere mensen die Zarathustra in zijn grot zal ontvangen, zal ook een heel uitgebreid gedicht maken. En een van de gevolgen daarvan gaat zijn, na dat dichten, is dat er een hele cultus gaat ontstaan van die oude god. Dus dat gaan we in het laatste deel van Zarathustra heel uitgebreid kunnen zien. En dus al dat onvergankelijk, het is slechts een gelijkenis en dichters liegen te veel, maar over tijd en woorden moeten de beste gelijkenissen spreken. Lof en rechtvaardiging van alle vergankelijkheid moeten ze zijn. Dus hier wordt er een soort van tegenreactie geplaatst. Hoe zouden we God kunnen begrijpen als worden? Is het mogelijk om God zo te zien als worden? Als onaf? Als iemand die in relatie treedt met. Ik heb er al op gewezen in andere video's dat als je gaat kijken naar het boek Genesis en je ziet hoe Genesis 1 start. De aarde was woest en leeg, duisternis lag over de diepten en de geest van God zweefde boven de wateren. God leidt daar een volstrekt zinloos bestaan, want er is niemand, maar ook niemand waar hij in relatie mee kan treden. En wat gebeurt er? De mens wordt geschapen en God treedt in relatie met die mens. En in relatie met die mens wordt hij de God van die mensen. Op een bepaald moment zegt hij letterlijk, dit is mijn volk en ik zal hun God zijn. En dus die relatie met die mens blijkt een noodzakelijk gegeven te zijn, niet alleen voor de mens, maar ook voor God. Met andere woorden, is God en worden, is dat iets dat je kan samendenken? God zal zijn mensen moeten leren kennen. De mensen zullen hem moeten leren kennen of haar moeten leren kennen. Maar er is een evolutie. En dat komt toch voor sommige gelovigen als bedreigend over, dat idee dat God in evolutie is. Maar het is iets dat je kan lezen in de Bijbel. Je kan het zo begrijpen. En dus er hoeft geen enorme contradictie te zijn. En dan gaat Zarathustra verder, en dat is juist wat ik nu vertel. Scheppen, dat is de grootste verlossing van het lijden en het licht worden van het leven. Maar dat de scheppende kan bestaan, daarvoor is lijden nodig en veel verandering. En het is interessant als je dat vers nu zou nemen en je legt op wat ik juist verteld heb over Genesis. God schept niet alleen in het eerste hoofdstuk van Genesis, maar in alles wat daarna komt, in die relatie met de mens, dat aftasten van wie zijn volk is, schept hij. Ik zal het misschien gemakkelijker vertalen in investeert hij. Kijk naar menselijke relaties. Je gaat een relatie aan met iemand. Je huwt of je gaat samenwonen. Elke dag van die relatie schep je. Investeer je. Het is dat scheppen dat u zal vrijwaren van het nihilisme. Het nihilisme treedt maar op op het ogenblik dat het scheppingsproces volledig stilvalt. Dat het niet meer de moeite waard lijkt. Hè? Dat het de waarden waardeloos geworden zijn. Maar zolang er scheppen is, is er toekomst. Dat zie je ook bij God. Nu, de God die volledig statisch is en die er juist werd aangevallen in de tekst, ja, die schept natuurlijk niet meer, zeker niet aan zichzelf. En dus, ja, wat creëert dat dan?
creëert lijden. Hè? En dus, een van de dingen dat ook heel belangrijk is in dat gegeven, is dat scheppende kan bestaan, daarvoor is lijden nodig en veel verandering. Je moet je eens afvragen of God in zijn hele verhaal met de mens nooit geleden heeft. Nooit teleurstelling heeft gekend. Misschien is het wel een icoon bij uitstek dat juist God extreem lijdt in het evangelie door de kruisiging. Ja? Maar hier wordt ook gezegd, als je dat volledig los van die God bekijkt, als je als mens wil scheppen, vooruit wil gaan in het leven, dan is er altijd lijden, sowieso. Ja? Dat is trouwens een zeer boeddhistische gedachte. Hè? Als vanaf het moment dat je iets doet, is er lijden, er is verandering. Dat praat het lijden niet goed, hè? Dat is geen verheerlijking van het lijden, dat is een constatatie. Je gaat er sowieso mee te maken krijgen, je kan jezelf daar niet toe vrijwaren. Ja? En Zarathustra zal daar vrij hard in zijn, hè? Want hij zegt verder, ja, veel bitter sterven moet er in uw leven zijn, o scheppende. Zo bent u pleitbezorger en rechtvaardiger van alle vergankelijkheid. Om zelf het kind te zijn dat opnieuw geboren wordt, moet de scheppende ook de barende willen zijn en de pijn van de barende. Voorwaar door 100 zielen ging ik mijn weg en door 100 wiegen en baren zwegen. Vaak nam ik al afscheid, ik kende hartsverscheurende laatste uren. Dus hier zie je echt heel veel zaken die menselijk al te menselijk zijn, die zeer herkenbaar zijn. Ja? En die allemaal als een soort van kritiek willen gelden op dat oude godsbeeld. Dat allemaal probeert te ontkennen. Hè? Terwijl vergankelijkheid is nu eenmaal een gegeven in het leven. De vraag is of dat in de beleving van het christendom, het jodendom en het islam, of dat allemaal wel ontkend wordt. Hè? Ik denk het hele gezicht niet. Tegelijkertijd, lees, moet het hier wel plaatsen als een kritiek op een bepaald godsbeeld. Hij verwijst hier naar het kind. Denk aan dat kind dat in de eerste redenvoering van Zarathustra optreedt. Hè? Dat continu opnieuw schept. Dat zelfdraaiend wiel. Maar dat wil mijn scheppende wil, mijn lot. Of, om het eerlijker te zeggen, juist zo'n lot wil mijn wil. Met andere woorden, hier zie je dat Zarathustra de bevestiging wil van het leven zoals het is. En ik heb er in de vorige video op gewezen dat ja, heel vaak wordt die gedachte van de eeuwige terugkeer aanzien als het criterium voor die levensbeaming. Ik heb er ook op gewezen dat het misschien voor iemand anders iets anders kan zijn. Voor Nietzsche was het de gedachte van de eeuwige terugkeer. Maar het belangrijkste is de amor fati, het geloof in de liefde voor het leven. En dat wil Zarathustra. Dus het leven zoals het zich aandient. Dat is ook hetgeen de tragische held uiteindelijk wil. Hè? Het leven leven zoals het zich aandient. Alles wat voelt, leidt in mij en zit in gevangenissen, maar mijn willen komt steeds naar me toe als mijn bevrijder en vreugdebrenger. In menselijk al te menselijk lezen we dat overtuigingen gevangenissen zijn. Waarom zijn dat gevangenissen? Omdat ze de allure krijgen van iets waar niet aan getwijfeld kan worden. Dat statisch is, dat als een monolithisch blok ligt. En dus die God zit ook in die gevangenissen. Je kan op mijn website ook de bespreking lezen van een van de eerste enseneringen over de dood van God. Die gaat over de dood van een gevangenisbewaarder. Dus God zit gevangen in zijn eigen beeld. Ja? En wat blijkt dus, de wil tot scheppen is steeds de bevrijder en steeds de vreugdebrenger. Willen bevrijd, dat is de ware leer van wil en vrijheid, dat leert Zarathustra u. Niet meer willen en niet meer schatten en niet meer scheppen, ach, mogen die grote moeheid altijd verre van mij blijven. Herinner je wat ik er juist gezegd heb, hè? Als het scheppen stilvalt, treedt er nihilisme op. En dat is wat Zarathustra hier zegt. Ik wil dat nihilisme niet. Ik wil daartegen strijden.
Ook in het kennen voel ik slechts de lust van mijn wil om te verwekken en te worden. En als er onschuld in mijn kennis zit, dan is het omdat er wil tot verwekken in zit. Dus hier wordt weer gezegd dat er altijd opnieuw op zoek moet gegaan worden naar dat zoals de beeldhouwer altijd bijschaaft, altijd dingen verandert, evolutie scheppen. En onschuld in mijn kennis verwijst naar de onschuld van het kind. Herinner u, in de eerste redenvoering wordt het kind als diegene gezien die receptief is, die het zelfdraaiend rad is en die in feite in staat is om iets nieuws te creëren. Ja. Weg van God en goden lokt mij die wil. Wat zou er te scheppen zijn als er goden bestonden? Maar steeds opnieuw drijft hij me naar de mens. Mijn vurige wil tot scheppen, zo wordt de hamer naar de steen gedreven. Dus als ik wil weg van die God en die goden, met die God en die goden staan voor het statische, voor iets dat niet wil worden, voor iets dat zogezegd volmaakt is, dat niet wil scheppen, enzovoort, enzovoort. Altijd hetzelfde refreintje. Maar nogmaals, ik heb erop gewezen, let op, dit is een kritiek op een bepaald godsbeeld. Er zijn dus andere godsbeelden van goden die wel onvolmaakt zijn, die wel uitnodigen tot scheppen, die wel aan zichzelf moeten sleutelen, enzovoort, enzovoort. Hier spreekt hij over de hamer. Het boekje Afgoden, Schemering, Götzendämmerung van Nietzsche draagt de ondertitel Hoe je met de hamer filosofeert. En die hamer heeft bij Nietzsche twee betekenissen. Enerzijds kan het een voorhamer zijn die iets kapot slaat. Hè? Datgene wat verabsoluterend werkt, dat als een monolithisch blok u neerdrukt. Denk aan de geest van de zwaarte. Maar tegelijkertijd kan het ook de hamer zijn van de beeldhouwer die zeer verfijnd heel minuscule veranderingen aan het beeldhouwwerk aanbrengt, het beeldhouwwerk van het leven. Ach mensen, in de steen slaapt een beeld, het beeld van mijn beelden. Dus hier zie je dat idee van, je hebt die monolithische blok, of je hebt die gigantische steen, en de mens is in staat om als kunstenaar op te treden. Ach, dat het toch in de hardste, lelijkste steen moet slapen. U kan op mijn website zien naar de steen, het grote rotsblok, waarvan Nietzsche getuigt dat hij, op het moment dat hij aan het meer van Silvaplana wandelt, dat hij dat rotsblok ziet, dat gigantisch piramidaal rotsblok, en dat juist op dat moment overvalt hem de gedachte van de eeuwige terugkeer. Nu, als je dat rotsblok bekijkt op foto, en er staat een foto van mij op de website, dan zie je dat dat eigenlijk gewoonweg, ja, een rotsblok is. Hè? Eigenlijk nog niet zo'n ongelooflijk mooi rotsblok. Dat is gewoon een rotsblok. Ja? Maar in die steen zit iets ongelooflijk mooi. Namelijk die levensbeamende gedachte van de eeuwige terugkeer. Hè? En Nietzsche omschrijft dat als een moment van vervoering. Hè? Hij omschrijft dat als een ongelooflijke climax in zijn leven. Op het ogenblik dat hij dat rotsblok benadert en die gedachte van de eeuwige terugkeer overvalt hem. En nu gaat mijn hamer meedogenloos tekeer tegen mijn gevangenis. Er stuiven stukken van de steen, wat kan mij dat schelen? Herinner wat ik er juist gezegd heb, dat is de hamer die de dingen kapot slaat, omdat het juist iets nieuw mogelijk moet maken. Nietzsche zegt regelmatig in zijn werken als, hoe kan je iets nieuw maken zonder iets oud te vernietigen? Voltooien wil ik het. Want er kwam een schaduw naar me toe. Eens kwam het stilste en lichtste ding ter wereld naar me toe. De schoonheid van de ubermens kwam naar me toe als een schaduw. Ach, broeders, wat heb ik nog te maken met de goden? Zo sprak Zarathustra. Het beeld van de schaduw is opnieuw weer heel interessant, omdat Zarathustra voelt de schaduw van de ubermens. Hij voelt een mogelijke toekomst. Hij voelt iets dat misschien mee door de inwoners van de gelukzalige eilanden kan gecreëerd worden. Zij kunnen misschien de eerste schakel zijn in dat proces dat leidt tot die ubermensch. Dat is heel positief. Denk aan aforisme 106 in de Vrolijke Wetenschap, waar de schaduw van Boeddha nog eeuwenlang op de grotswand te zien zal zijn.
Dat is dan weer een negatief beeld van de schaduw, want de schaduw van die almachtige God die blijft altijd aanwezig. Nu, dat is interessant. Waarom? Omdat als de ubermensch uiteindelijk zal ontstaan, zal die altijd moeten afrekenen met die schaduw van die monolithische, statische, verabsoluterende God. En het zal een uitdaging worden om ubermensch mogelijk te maken zonder te vervallen in een verabsoluterende gedachte. Zonder een ubermensch naar voren te schuiven die diezelfde eigenschappen heeft van de God die juist moet bestreden worden. En je zal zien dat dat proces iets is dat in de rest van het boek van Zarathustra zeker zal bewaakt moeten worden.